zijn hier in de Vinkeloop, een kleine sloot in het beheergebied van waterschap Aa-Maas. We zijn hier in 2018 een onderzoeksproject gestart om samen met de boeren in het gebied te meten aan de waterkwaliteit. Kunnen we ook vinden waar de stikstof van het land de sloot in komt, zodat je ook meer kan zoeken naar van wat voor maatregelen zouden nou kunnen werken. We hebben best lang gemeten en een van de maatregelen waarvan we denken dat best wel wat zou kunnen zijn, is het zuiveren van het drainwater. En dat is eigenlijk in feite wat we nu aan het uittesten zijn. Deze werkzaamheden zijn nodig omdat er heel veel gebieden zijn in Nederland, landbouwgebieden, waar in het oppervlaktewater te veel nitraat en fosfaat zit, waardoor het water niet schoon genoeg is. Je kan daardoor niet de ecologische kwaliteit, de natuur die je wil, kun je halen en uiteindelijk heeft het ook risico's voor drinkwater, voor volksgezondheid. Daarom proberen we hier iets aan te doen. En eigenlijk willen we het liefst oplossingen daarvoor vinden, zodat zowel de landbouw als de waterkwaliteit kunnen halen die we willen. Vandaag zijn we bezig met het bouwen van een houtsnipperreactor. En de houtsnipperreactor gaat er hopelijk voor zorgen dat het nitraat wat uit het veld komt, gefilterd en afgebroken wordt, zodat we weer schoon water uiteindelijk in de sloot kunnen laten lopen. Drains zijn een heel belangrijke route voor nitraat naar oppervlaktewater, omdat het nitraat gaat vooral met het regenwater mee. En de drains die zijn bedoeld om het regenwater van een veld zo snel mogelijk af te voeren. Dus het is eigenlijk heel logisch dat het eigenlijk de belangrijkste route is voor het nitraat. Wat we hebben gedaan is dat we de houtsnipperreactor aangesloten hebben op die hoofddrain. Dus al het water wat van het land komt, komt in de houtsnipperreactor. Daarin leven bacteriën en die bacteriën die kunnen het nitraat omzetten in onschadelijk stikstofgas, waarvan we in de lucht al zo'n 80% hebben. Dus we breken eigenlijk het schadelijke nitraat af tot een stof die geen kwaad kan. Er zijn al eerder proeven gedaan met deze techniek, in het buitenland vooral, in de Verenigde Staten en in Denemarken bijvoorbeeld. En zij hebben laten zien dat voor die casussen in die landen een houtsnipperfilter heel erg goed kan werken in het afzetten van nitraat. Wat we hier proberen vooral te laten zien is hoe effectief is deze techniek nou in een Nederlandse setting. En hoe kun je hem het beste toepassen om hem zo effectief mogelijk te maken en zo min mogelijk negatieve bijeffecten te krijgen. Het voordeel van deze aanpak is dat je dit lokaal in kan zetten op echte plekken waar het een probleem is. Het is een hele natuurlijke manier, want je gebruikt de houtsnippers die hier in de omgeving van bomen zijn gekapt. Ja, het mooie is dat je het ondergronds kan afwerken. Dus je kan daar bovengronds er wat mee kunnen in de vorm van bijvoorbeeld de bufferstroken die allemaal verplicht zijn. En het filter zelf kan ook best wel lang blijven liggen. Het kan tot een jaar of 10 meegaan. En tegelijkertijd is het een heel laag technologische en goedkope techniek die wel heel effectief kan zijn. Waardoor je toch groot effect hebt op de waterkwaliteit.